20 bewoners uit het Laakkwartier kregen uit handen van wethouder Rabien Baldesing hun certificaat voor cultuurgids. De training was een samenwerking tussen het Laaktheater en Zittheater. Nou, cultuurgids is een trainingsprogramma voor de vrijwilligers in de wijken. En het gaat erover dat de mensen die geïnteresseerd zijn in kunst en cultuur en wonen bijvoorbeeld hier in Laak, bij ons komen, 10 weken worden getraind om... Hoe zet je je talent in als iemand die geïnteresseerd is in kunst en cultuur bij zo'n centrum als Laaktheater? Wat kan je daarvoor betekenen? Wat kan je doen? Kan je leuke dingen organiseren? Kan je eventueel zelf workshops geven? Kan je gewoon activiteiten organiseren voor kinderen? Het is heel verschillend, want er waren hele verschillende mensen, hè, Dan. Ja. En iedereen heeft zijn eigen passie. En vanuit die passie hebben we een training ontwikkeld dat je in 10 weken echt leert hoe zet ik dat om in concrete activiteiten. De afkomst van de gidsen zijn heel divers en zo ook hun talenten. Verhalen vertellen hebben we hier gekregen. Mensen die muziek maakten, die zongen, eten maken. En dat kunnen ze al en dat weten ze vaak wel. Maar hoe kun je dat zo neerzetten dat ook andere mensen daar in mee kunnen doen? Dus hoe kun je daar workshops in geven of kun je daar culturele activiteiten in organiseren? Dus daar waren wij heel erg mee bezig. Een van de deelnemers was Angela en zij legt uit waarom zij graag cultuurgids wil zijn. Omdat ik me ook heel graag wil verbinden met andere mensen. Zelf wil ik heel graag andere culturen beter leren kennen. En dan is dit een uitgesproken kans. Gaan we nog naar andere wijken in Den Haag? Nou, in principe wel. Dat is wel de bedoeling. Ik ben ook heel blij, want ik zei met samenwerking met Laak. Maar ik ben ook bewust dat het cultuurschakels waren. Cultuurschakel is hier en ze waren er ook. En ik ben wel bewust dat het misschien ook leuk, interessant zou zijn om totaal een andere wijk naar Den Haag te gaan. Dus wij zijn dat zeker van plan.